Ik vind het proces heel leuk naar het BH maken. Toen bij het restaurant ben ik zo ingerold. De patroon maken en daarna modelleren van de BH. Ik zocht een baantje en toen heb ik 3 weken of een maand heb ik in de bediening gestaan. Om het echt passend op een model te krijgen. En toen zei de kok van nou ja, misschien moet je de keuken een keer proberen. Ja, 2 passies gecombineerd en toevallig werkte het nog even zo. Vijf jaar geleden ben ik in de damesjassen ben ik daarmee begonnen. En ik dacht dat me dat heel erg lag, maar toch met lingerie begonnen. Dat bij elkaar passen of bij elkaar zoeken. En soms komt er weer ergens een lapje uit een doos. En dan valt dat misschien op een stukje andere stof. En dan denk je, oh, dat is leuk. Ja. Dus dan ben je aan de ene kant modeontwerpster en kok. En kok, ja. Ja, alles tegelijk. Wat een combi. Ja, ja. Maar wel heel erg de tijd, want hij heeft het smalle druk, denk ik dan. Nou, ik kan het heel goed combineren. Op de maandag en de woensdag zit ik dan daar op de Cornelis. En dan sta ik hier van donderdag tot met zondag. Ja, dus de week is mooi verdeeld zo. En wat is hier zo leuk, hoor? Mensen blij maken met eten vind ik echt fantastisch om te zien. Iedereen is super gelukkig als ze hier weggaan. En ze vinden het eten allemaal zo lekker. Ja. Nee, het is puur hobbymatig nog. Ja, ja. Ik hoop wel om misschien ooit een keer iets op te richten. Een zaakje of een verkooppunt of een webshop misschien. Maar het is puur, nu nog puur hobby. Ja. Dat was ik hier gewoon voor en dat scheelt wel. Ja, waarom niet? Ik heb ooit een keer een gesprek gehad met een leraar. En die zei van, jij moet het gewoon doen. Wat heb je te verliezen? Je kan het nu doen, dus ja. En ben ik even een advocaat van de duivel? Als het kiezen mast? Financieel zou ik dan dit kiezen, denk ik. En ik vind het ook, ja. Kijk, ik vind beide hartstikke leuk, maar ik moet dat nog echt helemaal opbouwen. Hè? Het lingerie moet ik nog opbouwen en dit staat er al. Dus zou ik toch voor dit kiezen, ja. Maar gelukkig hoest net te kiezen. Nee, precies. Ja. Nou, lekker eten.